Maar dat jouw gezicht helemaal raar bij mij. Welkom! Deze stap doorzichtig. Maar waarom hebben onze G18 suppressors eigenlijk? Ja. Oh, ik hoor een auto, maar dat is buiten. Outside, ja. Brings back memories. Oh god, damn. Ja, daarom zeg ik. Hey, wissel. Oh, Mary, weet je? Ja, maar wacht even. Ik wil eerst even een plan hebben. Wie is dit? Want je... Lijkt me geen goed idee. Jossie, zou je... Hey, jijkies, waar we naartoe teleporteren. Ja, oké. Nagenoeg de hele lijf meeting gaan worden. Weet je ook, wil je even onze groep joinen? Oh, we hebben Nightvision. Ja, wie hebben we allemaal? Ja, juist die radiokanaal, 31. Ja, jij ook? Ja, dat heb ik ook. Check, okay. Check. Trouwens, anders had ik je niet gehoord. Eén keer tijdens deze ziegelen. Oké. Jij deed het via de radio. Iming, je hebt een VTL vannacht, zie ik. Dat ik al zijn shit eruit gejat. Ja. Gaat nu toch niet over de radio? Oké, iedereen even mij verzamelen. Oh, dat is Wissel die gaat streamen, zeker. Ja, dat is het. Ja. Oké. Okay. Oh, god. Het is begin, sorry hoor. Eerst even iedereen in de hele, daarom wil ik even iedereen hier hebben. Dat is een dislike. Oké, ik neem mee. Asha, DM, Sean en Wissel. De rest gaat met Pinguin mee. Mijn groep is rood. En de blauw? Ja, ga je gaan. Dan hebben we, even kijken, een groep van 1, 2, 3, 4, 5, een groep van 1, 2, 3, 4, 5, perfect. Oké. Okay. We gaan dadelijk beginnen in Kakarou, het dorpje daar, dat ik jou aangewerkt is, startpunt, we moeten sake. Zou je adviseren om het dichterbij te beginnen, omdat je nog best wel kut aan het lopen is. Dan gaan we heuvel op, gewoon Point Mary erachter ten oosten ervan. En goed. Daar. Daarvoor doen, ook goed. We gaan in ieder geval beginnen bij Point Mary. Dus daar kunnen we een goed overzicht hebben. Dan weet ik dat je het punt kiest, dus omdat we veel bos hebben om zeg maar het dorp mee in te kunnen. Dat vind ik prettiger dan alle andere gebieden, omdat we dan een woestijn overheen moeten en dan zijn we schietschijven. Eerst als volgt, we gaan eerst even kijken wat er is. Als we zeg maar dingen kunnen schieten vanaf daar en dus een goed overzicht hebben, ja, dan gaan we daar gebruik van maken. Als we niet, dan wil ik zeg maar zorgen dat we de heuvel naar beneden gaan. Die deze is vol. Ik zal maar even iets intekenen. Daarmee wil je. Eén groep. Een groep gaat dan waarschijnlijk zo. De andere groep gaat dan waarschijnlijk zo. Gaan we naast elkaar het dorp in. Afhankelijk van de situatie ga ik ook beslissen om een van de twee groepen op de heuvel te houden voor Overwatch. Daarvoor moet ik even kijken welke van de twee heeft meer MG's. Dat is geen verschil. Dus dat is top. Ja. En de vragen? Eenmaal beneden bij de weg, splitsen we hem op, eentje aan het noord, of gaan we gewoon de hele weg afvalsen? Eenmaal beneden bij de weg, als we daar zitten, we proberen enigszins bij elkaar te blijven. Het idee is dus dat zeg maar, ieders één kant van de weg neemt en we gaan eerst zeg maar, zorgen dat alles, zeg maar, dit gebied hier is. Yes. Dat betekent dat waarschijnlijk het opdeling zo gaat, blauw zo, rood zo. Het kan zijn dat we zeg maar een beetje wisselen van huizen, als een van de twee sneller is of niet. Daarnaast zal waarschijnlijk het ongeveer zo gaan. Rood rechts. Blauw links. Dan weer een penis gemaakt. Ja, dat is echt wel. Guys. Orde. Orde, people, orde. Twee dikke levers. Dat is niet. Het zijn nieren zijn het, jongens. Nieren. Tilballen. Dat zijn nieren van ja, alcoholisten. Okay. Sowieso. We zijn er. Ja, zijn we. Wow. Ik heb een lijstje gemaakt. Holy shit. Body experience. Oké, okay, we gaan eerst even hier Point Mary op. Laag blijven, ik wil eerst kunnen observeren. Het westen? Ja, richting het westen. We zijn juist getypeerd. Dat het andere dorpje was. Getilipierd.
Teleporter? Ja, dat is die groep teleport die ik ooit ingebouwd heb. Meestal gingen wij dood als we zo teleporten. Waarom denk je dat ik ons zeg maar net achter de heuvel plaats? Wissel die lag met zijn bakken in het zand. Nee, normally de door teleport iedereen dezelfde plek voor iedereen in elkaar te liggen. Oh, oké, okay, dat is... Oké, wanneer je het dorp ziet, ga liggen. Wow! Dat is iedereen in ieder geval. Een behoorlijk dorp. Dekkie, hier zuidzijde van het dorp gaat richting Noordoosten. Oké, wat ik nu wil, iedereen die kan observeren, ga dit doen en markeer dingen die je ziet op de kaart. Dat gaan we even een paar minuten lang doen, dan hebben we een idee over de situatie ongeveer. Zal ik de Dekkie alvast uitschakelen? Er zijn meerdere, nog niet, we willen nog geen aandacht trekken. Ik heb al een lock in ieder geval. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb twee techies, 7, Short. Twee techies. Nu rijden ze op de kruispunt westelijk van ons. Hey, je kan beter gewoon met je AT kijken, hè? Dan kan je veel meer zien. Ik ook ja, ga je gang als je daarmee mee kunt zien. Zien we ook dingen in het bos, mensen? DM, als jij die techie dichtstbij zijnt, bij die nu achter dat gebouwtje rijdt, met die gele doekjes en zo, dan pak ik die andere techie straks wel. Rijdt nu naar rechts, bedoel je die? Ja, die rijdt nu achter de bomen langs, bla bla. Ja, dan hou ik die links wel in de gaten, ik zie hem nu rijden zuidwestelijk van ons al. Oh, er loopt ook een patrouille zuidwestelijk van ons op de heuvelrug. De westelijk op de heuvelrug? Ja, daar. Ja. En daar ook een? Ja, ik zie het. Oké, dan moeten we dus... Misschien is het niet zo heel slim om... Wat is daar links? Parks, daar. Twee keer. Oh. Oké, Wat bedoel ik? Zuidelijk op de heuvel. Ook al? Ja, zuidelijk, ja. Daar. Zie je ze? En niet zo heel veel. Hoe dan ook. Gelukkig hebben we nog niet begonnen met schieten met de AT's. Mocht dat niet? Jeetje man, ik zat al om rechtermuisknop te drukken de hele tijd. Hij deed alleen niks. Mensen. Dus AT's, jullie kunnen dus eigenlijk gewoon de techies gelijk neerhalen, maar ik denk dat de techies niet gelijk een AT hoeven. Ik wil het eerst in het van verrassing houden. In het zeg maar, bos hebben we genoeg dekking. Oh. Misschien dat je het even over de radio kan doen, Short. Dan doe ik het over de radio. Ik hoor niks. Ja. Oké, mensen, horen jullie mij nu wel? Ja. Yes. Ja. Nee. Fuck you. Oké, ik ga even herhalen wat ik net zei. We hebben dus een aantal patrouilles gezien, een aantal technicals. Wat ik wil doen is in ieder geval het element van verrassing houden. Gezien het alleen technicals zijn, zouden we die ook met geweren moeten kunnen aanpakken. Dat betekent dat we door het bos gaan lopen en het plan zeg maar, gaan uitvoeren. Want zeg maar op deze afstand, buiten de AT's misschien, gaat niemand ook maar iets raken. Je weet dat één van die technicals een AT-technical is, hè? Is dat ding een hele groep raakt? Voor mij hebben we geen tanks die een anti-tank kan raken, maar... Oké, dat betekent dus, onthoud ook een beetje spacing. Dat moeten we sowieso altijd doen, maar we zien dat het nog wel eens een probleem is. Die twee techies zitten niet dicht bij elkaar, Short, dus we zouden ze kunnen proberen uitschakelen vanaf hier. Waar zitten ze dan? Ja, laat maar zitten. Ze zijn te ver voor Lok. Ja, ik wil zeggen, ze zijn super ver. Op de heuvel helemaal weg. Oké, we gaan. Oké, mensen, rood rechts, blauw links, we gaan bewegen. Oh, we gaan. Oh, dit is vaak. Je vreemd om het gaan lopen. Nee, ik kijk, ik zie mijn benen heel apart. Ik denk dat je een vorm is met een trip hier. Oh, dat je naar beneden rent, zeg maar. Ongeveer 500 meter achter, voor het lopen er ook twee. Oh,
Ja, we lopen door de bossen heen. Dus. Ja, inderdaad. Ik hoop dat deze bos ons zeg maar een beetje beschutting biedt. Dan, er nog iets van een vastingselement houden. Ja, je mag hier wel iets meer uit west gaan. Ja, yeah, I know. Let me do my job, man. Heb je GPS dan? Nee, maar ik heb een gevoel hoe jij wil lopen. Ja, dat is ik zo. Ja. Dus je loopt hier vooraan. Oké, okay, mensen, ogen open. Vanaf nu kunnen er waarschijnlijk overal vijanden zijn. Kun je dan niet beter laag gaan lopen? Nou, we zitten in het bos, dus we hebben nog wel wat beschutting. Moe. Maar geef wel gelijk een waarschuwing als je zeg maar iets ziet wat ons zou kunnen zien. Dichtbij een sandbag iets. En niet gewoon zeg maar de afpakking van de rij, de steen. De eerste compound, ja. Patrouille zuid-zuidwest, 500 meter komt, loopt richting het oosten, dus enigszins via ons. Zo van de andere patrouille. Zuid-zuidoostelijk van hun, ik denk een goede extra 500 meter weg, loopt ook richting het noordoosten. Oké, okay, rood, halt houden. Ja. Oké, okay, blauw, top, jullie hebben er zicht op, waar zitten jullie ongeveer? Dat komt eigenlijk grappig. Ik geef wel even een schot af waar we zitten. Nee, wij zitten denk ik zuidelijk van jullie. Iets gemarkeerd op de kaart. Ja, ik zie het. Ik zie de patrouille ook. Zuidoostelijk voor jullie op de steen, bij de stenen. Kijk, daar zit de patrouille. Oh, daar zit het in. Zelf ben ik van mening om zo gauw mogelijk bij die gebouwen te komen zodra we in vuurgevecht zijn. Oké, blauw. We kunnen, zeg maar, zoals ik hier ook in mijn oorgeluid krijg, ook best handig. Eerst even kijken of we de gebouwen in kunnen komen, dan hebben we ook wat dekking voor de vuurgevecht gegaan. Als je echter niet kunt bewegen zonder het risico te hebben dat ze schieten, dan mag je engage als je wil. Maar dan wil ik wel even weten wat jullie gedachten hier zijn. Begrepen, we wachten hier heel eventjes. Ze zijn nu namelijk aan het omkeren. Kijk, als ze echt helemaal de andere kant op zijn, dan kunnen we door. Bijna tactisch hoe we dit aanpakken, jongens. Klopt helemaal niet. Wat is dat nou voor vraag eigenlijk? Ben je al dood? Ik zit 2 meter van je vandaan. Wat een geit, joh. Vraag je iemand of hij dood is. Op het moment dat hij zeg maar antwoord heeft, dan is het al automatisch zeg maar dat het is. Can we go? Oké, okay, we zijn onder vuur. No shit. Jullie mogen terugvuren. Achter ons, oost. Zij ook. Zuidoost. 400 meter. Vierman. Mensen. Oh, daar. Ons aan. Ja,
die rijdt in het dorp. Lol. Als je op kunt schieten als ATS mag het, ook als niet ATS natuurlijk. Naar het dorp toe, we zijn niet schietscheiden. Wissel, zullen we gaan? Oh, ik heb die RPG-gas net op tijd. Kom Wissel, we gaan. Yep. Oké, rood op inlinie, wapens omhoog, wij gaan naar het dorp toe. Dan hebben we op tenminste de dekking. Nou, we moeten even rennen jongens, want dan zijn we dood. Just fucking leg it. Van zuid. Blauw, zijn jullie allemaal nog op? Achter de muur. Ja, maar is nog achter de muur hebben hangen. Ja, we zijn nog op, we komen er ook bij. Oké, ik zou zeggen, sprint naar het dorp en zie dat je wat de dekking vindt, anders houden we niet vol. Oh shit, we worden geraakt hè, van niet hoor. We gaan naar het directe westen, Short, of niet? Oké, cool, dankjewel. Ja, we gaan naar het gebouw daarheen. Go. Jongens, volgen. Rood is on the move. Hij schoten van het oosten. Welk huis links, hè? Doe maar rechts. Even check de kompas zelf. Oké, vanaf hier. Rechts. Winnen. Ga maar. Ja, kan niet. Hier oh, sorry mate. Ja? Net... Ja, ik ben binnen, kom maar. Ga er goed. Oké, blauw, wel rood zijn nu in het dorp. Hier kun je iets meer rust vinden. Ze weten waar we zijn. Pas op, als je je kop uitsteekt, word je ingeschoten. Ook ik kan niet verder kijken. Schoot noord volgens mij. Short, mogen wij moven? Wacht, verwacht op Short. Short, mogen wij moven? Even wachten, ik wil even weten hoe het met blauw zit. Goed, verder gaan. Markeert op de kaart. Niet te lang. Oké, die zitten recht naast ons, ideaal. Oké, ik denk dat we in het bij elkaar moeten blijven om het voor elkaar te krijgen, dus ik stel voor dat we
Weet je het plan van we gaan samen naar de noordelijke kant van Dock weer kleren? Wat? Jullie mogen gaan naar het gebouw tegen de hoofdkant. Ja, gewoon oversteken toch? Oké. Okay. Ja. Daar zo. Oké, okay, ik wil. Wacht even. Ja, jullie twee gaan. Okay. Ja. John. Wessel. John. Waar je bij de zuidkant gewoon gingen kleren dan? Oh ja. Blauw, jullie mogen. Kijk de andere kant. Ligt aan of het jullie lukt. Als het jullie lukt, mag het als jullie zeg maar te veel vuur hebben, mogen jullie met ons mee naar het noorden, dan gaan we gezamenlijk het hele dorp doen. Wordt ook beschoten vanuit het zuidoosten. Clear. Begrijpen, we krijgen op dit moment nog contact uit het oosten. Fire. Terug naar de groep. RPG's. Oké, okay, zijn vijanden 200 meter zuid. Pas daar voorop. Kan jij jouw sniper zo instellen dat hij ons even helpt naar het zuidoosten? Want wij hebben nog aardig wat vijanden zitten die op ons schieten. Sniper is die band, toch? Sorry, ja, beetje kink. Oké, okay, ga veel lang. Oké, okay, ik wil het nu echt ongeveer zo hebben. We nemen gewoon de weg. Rood gaat rechts van. Dus aan de westenkant. En blauw aan de oostenkant. Dus aan de kant waar zij nu zitten. We proberen zo het dorp langs te gaan. We moeten dus een beetje bij elkaar blijven, want we hebben elkaars vuurkracht nodig. Blauw, oostkant van de weg, 4 man paks, komt jullie kant op 100 meter. Hey neer. Fucking hell, yeah. Blauw neer. Zuid contact. Moving. Zit dichtbij je, de. Uit de smoke. Dan ga voorbij, hè? Ga naar voren. Ja, ja. Medic op Sasha. Oh, die zijn wij. Een artikel van het zuidelijk van de blauwe balkon. Het gebouw zuiden van Oranje Rook, meer de pak zinleer. We gaan nog rond. Heuvelrug Zuid, 5 pak. Klaarmaken om te vertrekken.
Sean, LMG, LMG hier. Goed als ik even hier overhoort blijf op deze, dit gebouw. Blauw, go. Sascha, voor mij, als je een goed zicht hebt vanuit een bepaald gebouw, mag je daar overwatch houden. Copy. Sean, jij bent maar bij hem. Blijf ook maar bij hem. Want dan kunnen we jou namelijk, kun jij namelijk geëxecuteerd worden door Sascha als iemand een medic nodig heeft. Blauw, zuid van jullie, in het bos zitten nog een aantal parts. Ja. Ga de bomen weer in. Ik ga eerst even zorgen dat het een bloed stopt en dan kom ik jullie kant op. Ik zeg wel, ga jij maar het gebouw. Hey, ik kan niet over de randje. Zit er nog eentje in het bos daar achter blauw? Blauw, richting het zuidoosten van jullie, achter de witte smoke. Wacht even, ik pak even mijn lader bij, ik kan het gewoon goed zien. Zit er eentje daar achter de smoke? Ik zag hem net, maar. Iemand machine voor me? Ja, goed, kom maar aan. Ben je? Op de begaande grond. Yep, komt ie. Trekje. Kleintje? Nee, dat is goed. Oké, heel thanks. Kom op de heuvel achter ons. Dax. Op de heuvel. Noordwest. Oké, thanks dat je even richting aangeeft. West, hey. Heidi? Het is zaal hier, maar dat is een van het noordoosten. Oh, dit is fucking zwaar. Rood. Hey, dat is één. Even kijken, waar is DM? Ja. Kom maar. Loop even naar het einde weer, hè, joh. Ik denk dat we even over moeten steken als we door willen lopen. Denk ik ook. Oké, rood, we gaan dat verder. Precies, hè. We gaan eerst even oversteken naar blauw toe. AR en medic sluit aan. Ja. Daar kan je niet uit, DM. Ja. Omdat het andere cultuur is, maakt het nog geen scheid uit. Goed, ja. Cultuur! Cultuur! Kost dat een rood? Rood gaat voor de wij gaan! Doei! Ik wil tuteren! Dat is in mijn cultuur! Iedere freaking keer op televisie ook, dus hier zit tuteren omdat ze blij zijn, want ze mogen een fucking kerk in. Was. Contact vat. Geen zicht op. Uit huis ergens. Ja. Oké, mensen, smart gooien en verder lopen. Als we niet gelijk kunnen doden.
Short, wie was ook weer GC? Whistle. Het is vrij simpel, wij zijn PMC. Het land van NAP die heeft een probleem met de Russische invasie, hetzelfde met Crimea. De eerste doelstelling is om bij Ramsenhoger kijken of er geen Russen zijn die propaganda aan het uitzenden zijn. En dan een barak en een tijdelijk hoofdkwartier te ontdoen van, te ontrussen eigenlijk. Ja, de Russen zenden propaganda uit. Ja, en wij zijn PMC. Dus ze hebben Radio 58 op staan. Anyway, de situation en mission spreekt voor zich, dus ik start hem over door voor. Theo, waar dan? Wow. Ik heb het koud. Sven, long range graal 50. Dat heb ik zelf ook. Fucking koud, jongen. Short, long range graal 50. Je hebt die mokro pad. Jij hebt die 32 short range. Aw, kill self. Sven, jij hebt short range 31 met je team. Had die al, denk ik al. Dit is een hele morgen. Ja, just checking. Geef ze geen snack. Nee, nou, dat is mee de sniper voor de marksman. Is. Je hebt alleen maar een semi-automatic weapon. Snapper is echt een sniper rifle. Nou, moet je kijken. Pingwin ziet er best wel kick-ass uit. Hij ziet er een beetje uit als een mokro eigenlijk. Met die bonkjas en die pet. Dat heb jij ook. Ja, jij hebt ook gewoon een pet. Kijk erbij. Alleen ik heb een mokro gehouden. Oh jezus, 45 kilo. Wie wordt mijn buddy? Sven. Wat? Sven. Sven. Ja? Alex op sleeptouw nemen, gezien jij een begeleider bent. Dat moet ik ook. Oké, cool. Gezien de overige begeleiders in het andere... Check long range. Hoeveel kilo ben je? Ik denk dat jij daar geweest buddy bent. Hoeveel kilo ben je? Ja. Ik heb 20. Oh, mooi. Ik heb een paar dingen bij. Wat er aan de hand is. Kijk, hoe weet je? 25. 25? Fuck dan, een ander pistool. Sven. Een standaard een LMG. Ja. Maak maar long range 51, want ik krijg hem niet op 50 op de een of andere manier. Oh, oké. Even het groepje apart zetten ofzo? Short. Ja. Maak maar even long range 51, want ik krijg 50 op de een of andere manier niet voor elkaar. Geen idee hoor. Oké. Check radio, check. Echt rillingen van. Kom door de kou. Nee, ik hoor je. Ik moet zeggen, ik vind die optic heel erg cool, die heeft zo twee van die klepjes erop. 36 kilo nou. Die zit arme 2, toch? Wat dan? Gaat wel. Mooi. Oké. Dit zijn allemaal cupwapens en cupuniformen. Inclusief die leuke petjes. Ik heb wel iemand die dus mij kan met short term. Van die leuke mutjes op. Wat? De kroksleet toch? Cool. Oh ja. Short, jij bent team blauw. Sven, jij bent team rood. Als je nog warm te maken, dan kan ik mijn kleur in deze zetten. Geef maar mijn smoke meenemen. Mijn smoke grenades. Oh, ik heb trouwens... Hey, klaar zijn even Alpha en Bravo, in plaats van rood en blauw. Wissel, om verwarring te voorkomen. Misschien kunnen we in plaats van kleuren namen doen, want binnen onze squad hebben we ook kleuren. Wat gaan we doen? Ja, ik heb het al zometeen als je klaar zijn even bij elkaar verzamelen en dan eventjes een briefje. Nee, ik ben met Brouwer. Ik heb het wel. Ja, we hebben voertuigen. Ik heb ook wat. Het is op zich een klein gebied, hè. We hebben wel voertuigen, dus we zouden eventueel... Misschien kunnen we zo in de auto. Hoeveel meter is het lopen? Ik heb een kilometer lopen, dus het valt wel mee. 44,81. Ja. Ik heb al wat weggedaan, aan de berg gekeken, ben nu 36. Ja, dat ben ik. Reporting for duty. Hallo. Ik weet niks. Ik zat eraan te denken om een stukje buiten de map te gaan rijden. Oh, leuk. We hebben voertuigen, dus we kunnen eventueel met de auto's een stukje
ja, door het grijze gebied heen. Dus we rijden een stuk zuidelijk naar Schangen. We rijden daarna weer noordelijk de berg op. En dan wachten we bij staging, zetten we de voertuigen neer. En dan lopen we ongeveer 400 meter richting Ramsen hoger. Dan zitten we ongeveer wel op dezelfde hoogte als dat de vijand ongeveer zit. Dat is mijn plan. Ik denk dat misschien... Ik hou niet zo van een uphill battle. Zeg je? Nee, maar dat hebben we niet van een uphill battle. Sorry, je praat door elkaar heen, dus dat is niet zo handig. Wat wil je zeggen? Nou ja, voor mij wordt het ook best wel lekker lastig daar zo, want dat zit echt gewoon gelijk aan elkaar, gewoon verbonden. Hetzelfde niveau zowat. Ja. Ja, maar we kunnen geen hoger grond hebben, hè? Ja, we hebben hier hebben we een stuk stenen waar we achter kunnen schuilen. En dan kunnen we op zich vanuit daar gewoon lopend richting staging gaan. Ik denk dat dat het beste is. Ja. Dat van daar zo neerstaan, want dan sta je echt naast, zeg maar. Staging. Ik zal eventjes... een wit, oh, nou, ik noem het een civilian line. Ik heb 1200 kogels. Zo naar staging toe. Nou, ik heb er 7. Dus daar uitstappen en dan. Ja, dit is klaar. Oh. Ja, goed, we moeten. Ik denk dat we gewoon een head on assault doen met z'n tweeën. Gewoon alle groepen bij elkaar. Head on assault. Oké. Soort, hoeveel MTR's heb jij? Ik heb er 2. Ja, dat heb ik wel. Nee, is best. Okay, we hebben niet echt punten waar we vanaf hoog kunnen schieten, dus... Nee, dat is ook wel zo. Oké, een van onze twee Alpha en andere Bravo. Dan hebben we, dus ik heb in mijn eigen squad blauw en rood, dus... Ja, ik ook. Goede tip van Sascha om op te beginnen met de algemene briefing. Dus roep je mannen even bij elkaar en dan doe ik even een korte briefing. En dan kunnen we daarna gaan gassen, ja? Jongens! Vormen, kom hier. Ik heb 5. Nee, ik heb 4. Jongens, naar begin. Dat ze idioten zijn. Hey, mensjes, netjes gedragen, we gaan even een algemene briefing krijgen. Oh, nice. I like. Office voor de win. Okay, gents. Time for some Russian payments. We gaan zo meteen zuidelijk met jeeps richting Schangen. En dan gaan we daarna noordelijk weer richting Marker Staging. Als het goed is hebben jullie allemaal op de kaart de markeringen. Dan gaan we vanaf staging gaan we richting Ramsen hoger. Dan doen we gewoon head on assault. Want op zich zitten we dan allemaal op dezelfde hoogte. We hebben niet echt pieken waar we op kunnen zitten om van tevoren een overwaarts positie te nemen. Dus we gaan gewoon head on assault doen. En luister goed naar je CO's van je VTL's. En blijf bij elkaar. Check je buddies. En succes. Oké. Okay. Kijk, Sven's groepje is Alpha, ik Bravo, of? Ja. Oké. Okay. Je weet, wij zijn Bravo. Ga dus met jou, Sven. Dat is best. Oké, okay, we nemen alle auto's mee, of nemen we... Ja. We gingen tussen door de... Oké, zullen we de achtersauto's nemen? Sorry? En trouwens de beste verwachting. Oké, wij twee nemen de achterste twee auto's. Ik wil graag niet. Dat... Deel jij over de eerste twee auto's? Of meer. Ja. Check de EO in welke route we moeten rijden. Dat is echt absurd. Nee, wacht, shit. Kut. Oh, goeie verdeling, iedereen in één auto. Jongens, ik heb nog niet koud op aan de dijk hangen. Hallo, kom maar aan. Waarom moet dat? Ja, lekker aan. Ja, maar ik moet in de tweede auto. Nou, hier zo bij mij. Ik dacht. Ik wil niet stil zijn, ik heb genoeg plek. Ik ga niet meer in rijden, back scrollen. In RPG. Oké, jongens, rijden maar met die bakken. Ik kan niet, hè. Oké, we zijn klaar. Ik zie dat Alpha erop gaat. Ik heb een navigeren, blijkbaar. Ik heb wel een kaartje voor je. Zeg dan even, ben ik wel goed met kaarten, mijn armen. We gaan hier zo meteen rechtsaf. Boys.
redelijk simpel, Pingwing. Straks eerst rechts in Schangen. Oh. En dan kan je gewoon het hele stuk volgen. Op een gegeven moment dan krijg je een soort rotsformatie. Stop daar ongeveer 50 meter voor zo'n beetje. Twitteren, ik wil vinden. Ik schaam kapot. Waar wil die twitteren? Brouwen nou bij ons in de auto dan? Nee. Okay. Sven, geef Brouwer af op zijn donder dat hij niet meer die shit moet gebruiken tijdens de missie. Wat denk je wat ik net Oh, in de stad moet ik staan. Okay. Merci beaucoup. Hashtag context? Geluidje van Brouwer. Bij Pingwing zo meteen. Ja, ik weet het, in het dorp zelf. Deze kaart is trouwens voor mij nul bekendheid. Dus we hebben laatst wel natuurlijk bij Froburg gezeten, maar dit is wel echt helemaal nieuw. Ja, helemaal in het noorden. Het maakt ook niet uit. We zien het wel, ja. Hier? Nee. Nee, nog een stukje verder. Een klein stukje nog. Hier komt hij. Deze? Ja, die is het. Je even zeggen wanneer alles, weet het, wanneer we er ongeveer zijn. S-bochten zo meteen en dan ja, we zitten er nog wel een eind vanaf hoor. Ik mis mijn dagger, man. Vroeger kreeg ik altijd een dagger erbij, maar ja. Ik snap niet waarom ik die niet meer krijg eigenlijk. Schiet mij, Michi. Dat is een uithaal. Als je nog max nodig hebt, jongens. Nou is de time, of als je straks uitstapt, pak misschien even wat extra morfine mee ofzo. Dat is altijd handig. Anders neem ik het laatste beetje morfine wel. Toch medic. Hey, we hebben wel mooie wegen. Ja, hè? Nou, flikker maar vol met bandage, weet ik het, wat je kan dit al vol. Pikken. Ik neem ook nog even wat... Het dak kan je toch niet gebruiken, app Finn? Volgens mij hebben we links zo meteen... Wissel. Ja? Had je net die even nog wat gebruikt? Ja, eentje heb ik er even meegepakt nog, maar die kan ik niet zo goed. Die kan je toch niet gebruiken? Klopt, daarom gooi ik hem ook gelijk weer terug. Kun je hier wat huizen? Die wat... Ja, dit is staging dan? Denk ik, of niet? Nee, nog ietsje verder. Nee. We zijn nog wel 300 meter rijden of zo. Ja. Kijk uit jongen, hè. Jij hebt de helft aan. Het zijn een hele leuke huisjes. Het ja, dat is nog 300 meter rijden of zo. Ja, precies. Rood te laten gaan. Ja, we zijn een Pingwing. Ja. Aan de andere kant. Ons doel is straks wel in zicht, hè? Dus we zijn toren die we weer op zien. Zet hem neer hier, Pingwing. Please, zet hem gelijk neer hier. Ik zet hem achter die andere auto. Top. Komt een fucking anti-air terug. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben voor de air. Ik stuur short voorop. Ben je redelijk beter dan de normale auto?
Jij mag voorop met je team. Bekend deze lag eraf bij de kindbol plaats. Iemand is nooit meer short. Dus wissel. Ja. Oh, Alpha, dit is Romeo. Alex. Moet me wel even houden. We gaan, hou jij even recht de kant van de weg aan. Loop langs de weg. En dan gaat Alpha erachteraan. Dus. Ben jij aan de rechterkant van de weg, zeg je? Ja, Alpha gaat erachteraan. Even buddy team. Oké. Roger. Oké, mensen, wij gaan aan de rechterkant van de weg, mocht je al gehoord hebben. Ik wil dat, even kijken, rood voorop gaat lopen, want jullie hebben twee machinegeweren. Dus ja, dan weet je ook wie grof gaat lopen. Blauw gaat erachteraan. Volg gewoon de weg. Go for it. Go. Wat een hoor. Dat was echt awkward. Allee, Bjorn. Dat van je moeder. Ja. Wij gaan er achteraan. Misschien kunnen ze helemaal achteraan. Nee, misschien kunnen ze vooruit. Voilà. Waar we zijn achter? Hey, loop voorop. Oké. Niet te veel micromanager. Okay. Leuk. Blauw Kaldari. Oh, we're niet rennen. Wapen onder vuur vanuit de noorden, we zien de vijanden voor ons. Wij schakelen op linie komen. Contacten komen bij de toren vandaan.
Bravo, dit is Romeo, kom in. Vijanden ten noordwestelijke van de toren, van onze positie naar de toren. Oké, Romeo, je bakken, dus slagging je daar weer. Dus langzaam progress naar de volgende lachtrij. Dit is Romeo, kapie. Dit is wel begin, ga je onder meer. Dit is Romeo voor Bravo, kom in. Romeo, kom in. Zo te zien heeft Alpha alle vijanden bij de toren uitgeschakeld, dus Alpha gaat zich bij jullie voegen. Over. Dus Romeo Copy. Voor Alpha. Go ahead. Yeah, just go ahead, ja. Yeah. Sorry, ik dacht dat je verderop stond. Squad west, noordelijk west. Ik heb heel veel wat gewicht kwijtgeschoten. Alpha, dit is Bravo. Bravo, dit is Alpha bedrukt. We zijn achter u. Ja. Alpha, dit is Romeo. Hou iets afstand van Bravo. Tibalti, kom eens hier. Bravo, dit is Romeo. Ja, Romeo, kom in. Geen probleem. We moeten naar die toren toe. Waarom duurt het zo lang? Fuck you! Squad, langzaam achter. Hou eventjes ook oostelijk in de gaten. Ik hoorde net ook wat schoten vanuit het oosten. Hou je ogen open, jongens. Dit is Romeo en Alpha en Bravo hebben schoten noordoost. Yes, copy. Dat ervaren we hier in relay van de lijsten. Het is noordwestelijk aan de, net aan de boskant. Dit is Romeo aan Alpha en Bravo. Schakelheid indien nodig. Dat is leuk, maar we kunnen niet zien wat vandaan komt. Romeo, je omcirkelende beweging met de klok mee om de toren heen.
En dan zal Bravo ondertussen de oostkant dekken. Begrepen. Squad, we gaan de klok mee om de toren. Bravo, contact de west, we zijn richting in de toren. Vijandelijke mensen in het zuidwesten. Dit is waarvoor we die beschoten met af en toe. Dat is geen handige ding. Dit is allemaal Romeo, vooral eenheden. Hij wordt meer oostelijk in de bosrand, zie ik vijanden bewegen. Nee, schijnt niet nodig te zijn. Roger. Zo, is niet nodig. Roger. Oost. Short, schuit je me aan bij Alpha, eventjes oostelijk de boel uitschakelen. Want, maak maar even een linie oostelijk de boel uitschakelen. Oké, jongens, we gaan even een linie richting oosten. Dan gaan we een oostelijk linie maken en uitschakelen de boel. Op buiten. Boot geraakt. Oké. Okay. Sorry, lijkt niet nodig. Nieuwe plan tekenen. Ik zie het. Al het contact afgebroken? We hebben geen zicht meer erop, dus we hebben vlucht op naar de toren. Oké, bravo hier. Even een knopje spelen, het blijkt rustiger. Roger dat, we gaan op naar Ramsebode. Ik heb wat op de kaart getekend, laten we gelijk maar gaan bewegen. We gaan nu richting het westen, direct west. Volg een stukje de weg tot aan de compound en dan splitsen we op. Kap je dat? Oké mensen, we gaan recht naar het westen. We gaan naar de volgende objectief. De short range gebruiken. Mensen, we gaan naar het westen. Blauw weer voorop. Ik
Klaartie, belt ie? Ja. Gaan we heen? Beste? Beste. Toppie, top, top. Let's go. Links van hen. Kom ik al voorbij, zie je? Nee, niet graag. Alfa gaat een beetje links daarvan. Daar hebben we lekker erg links. Romeo aan Bravo. Romeo, kom in. Power, iets meer naar links. Jij gaat zo meteen de heuvel op richting het westen. Dus jij volgt zo meteen de blauwe lijn. En Alfa volgt zo meteen de rode lijn. Over. Oké, kopie. Oké, wij gaan zo meteen de heuvel op richting zeg maar de heuveltop in het westen. Long range. Bravo Romeo. Dit is Romeo Bravo, zeg het maar. Ja, Romeo. Van een enkeling in onze groep kreeg door dat ze zeg maar low in ammo zitten. Dus zeg maar, dus is langzamerhand gaat het een issue worden. Het blijft nog wel bij één persoon. Hè. We gaan nu naar het noorden. Oké, okay, tweede rapport aan iedereen. We zien een patrouille noordwest 500 meter. Twee patrouilles zelfs. Dit is Romeo aan alle eenheden. Linie maken richting het schakelen. Contact en ga het plan volgen de berg op. Je kan op zich redelijk veilig achter de berg langs de heuvel komen en dan vanaf een andere positie vuur geven. Naar het westen of naar het noorden? Short moet naar het westen en Alfa, dat ben jij, blijft even hier nog een Ah, oké. Okay. Vergeet dat dan de bom was. Oké, okay, dank je. Oké okay, mensen, wij gaan naar het westen en Alfa gaat vuurrichting blijven geven. Dit is Romeo en alle eenheden, even ter informatie. Short, jij bent Bravo. Sven, jij bent Alfa. Lol. Dat ging even een beetje. Yes. Oké, okay, hou je oogjes op die jongens noordwesten, heren. Niet gaan rondkloeren. Verspreid je een beetje uit over deze compound. Niet in het open blijven zitten, browser. Want dit is. Je wordt zo meteen gelijk afgeschoten. Ik of 4 keer. Zoek eventjes een plekje achter een hechje of zo. Oh, wat naar boven. Oké, okay, Bravo is op de heuveltop. We hebben nu zicht over het dorpje. Ja, er loopt er nog een mannetje noordwest. Romeo kopjes. Als je het veilig vindt, dan kun je doortrekken richting het dorp. Volg gewoon een blauwe pijl. En dan kom je ook een stukje bos en een huis. Kopjes, ik heb vooraf op het dorp waar jullie nu mee in contact zijn. Vanavond over het kleine drie huisjes waar jullie nu contact mee hebben als dorp. Dat is inderdaad het dorp waar we uiteindelijk naartoe moeten. Geen idee of die nou zei wat hij bedoelde, jongens. Dat is voor mij een ander dorp, want zeg maar, het andere dorp is namelijk iets meer naar het westen. Contact noordwest, jongens. Naast de grote shit.
Hoe dan ook, wij gaan, wij kunnen wel verder. Dus dat is echt onze sitrep. Romeo copies. Sven, als je het denkt dat het veilig is, kun je doortrekken tot, tot aan de hekjes ongeveer. Ik doe dat wel. Dat is fijn ook. Squad, trek het door naar het noordwesten, richting de hekken. Move it. Letting voorop. Sven, hou die ook noordoost en zuid in de gaten voor de zekerheid. Oké, top. Vol genoeg? Ik zie eerst dat je daar bij die shit is neer. Oké. Okay. Laat die voorop, richting noordwest. Ja, dat er maar ja, als je het nodig hebt. Bravo, dit is Romeo. Romeo, kom in. Alpha is ook richting het noordwest aan het bewegen, richting het dorp. Just so you know. Dank je voor de heads up. Vijanden bij de toren achter ons. Juist. Oh, juist. Sven, schakel uit. Oké, Bravo hier, wij zitten op de Bravo marker. Kunnen we aanvallen wanneer we willen? Waarvoor doorlopen dan hebben we geen. Bravo, negatieve worden vanuit de. Gaan we gewoon doorlopen. Aangeschoten. Okay, break, we gaan break. Doorlopen tot er niks meer is. Bravo, dit is Romeo, zet de aanval maar in. Copy that. We moeten ze even een beetje onze rug in de gaten houden. Ja. Voor de zekerheid. Ja, ik zie het. Jongens, clusterfuck. Uitspreiden, jongens. Blijven we doorlopen tot de stal. Er is nog één in het huis. Sven, misschien vanaf de stal dan. Eén keer in de schuur. Bravo en Alpha. Bravo weet. Ja, wij zijn nu in het dorp, dus pas alsjeblieft op met je buren. Ik zeg nog meer Pax aan de westkant daarom. Ik weet niet of Bravo daar is. Zo voor de link. Let op friendly fly, fire Alpha, want ten westen zit Bravo. Ik zou bedoelen dat wij dan shot gaan openen op het dorp hierboven. Dat gaat Bravo doen, maar blijf even hier en dek even de rug, want okay. We hebben ook vanuit ons oosten aangevallen. Alpha, pas op met schieten. Wij zijn nu degene die bewegen naar het boerderijtje verder van het dorp. Bravo, dit is Romeo. Wij, Alpha, kijken vooral naar het oosten. De legerbaas schiet op het dorp nu. Ergens daar lijkt het. Er zit een legerbasis in het noorden. Romeo en alle eenheden, we clearen eerst even het dorpje en dan gaan we daarna de legerbasis uitschakelen. De
probeer een beetje buiten het zicht te blijven. Waar is die leeg? Dat heb ik in mijn handen. Ja. Alpha, dit is Romeo. Alpha, kun je zo meteen die legerbasis markeren op de kaart, just to be sure. Achter ons oost. Bravo, dit is Romeo. Sven is down. Bravo, dit is Romeo, kom in. Neem Brouwer even mee en even checken. Brouwer. Ga even kijken naar waar. Wissel. Bijna wist ik in de comment van mij, hè? Blijf toch bij mijn squad even door. Ja. Alex, stop in de vuur. Is te ver. Ik heb een beetje het gevoel dat heel Bravo in de kling ligt. Ja. Ik krijg de rest niet te pakken. Short range, kanaal 2. Kun je contact met z'n opnemen? Short is neer. Short is neer. Ja. Via de korte. Ja. Korte kanaal 32. Ja. Oké. Bravo, dit is Wissel. Wie is jullie second in command? Hij zit aan jullie kanaal. Yep. Lol, nou, ik switch nu. Hier is Short, ik ben weer op. Short, Bravo, dit is Romeo. Fijn dat je weer op bent. Sitrep van boven grote zicht. Sitrep, dit is een shithole. Ik weet het, Sitrep. We hebben meer gewonnen, we zijn niet in staat om op dit moment te kunnen pushen. Roger that, waar vandaan worden jullie beschoten? Noorden voornamelijk. Vanaf de compound. We kunnen direct eens kijken. Jullie locatie markeren, Bravo. Ik denk dat de gemarkeerde base ongeveer correct is. Onze locatie, ja, kan ik ook wel eens markeren. Roger Jet, ik stuur Alpha. Laten we alsjeblieft via het zuiden lopen. Eerst even een gewonde. Ik zie aardig wat units in het noorden. Alpha, dit is Romeo. Assisteer Bravo bij de Bravo marker. Squad, ja? We gaan naar het zuidwesten. We gaan naar Bravo. Ja, ik weet het, maar dat ging toch heel goed. Wie staat op de heuvel zuidoost? Vijand. Ik zag hem, Pinguïn, ik zag hem. Hey. Zag je die of niet? Hey, hey. Okay. Holy shit.
Die vloog recht op zand, net erachter. Ik hoorde iets? Ja, dat was de RPG dus vanuit. Oké. Jongens, Doc moest naar het huis, naar het dorp. Veel pijn en moeite. Hallo Short. Hey. Hoe gaat het? Niet al te goed. ik mis twee mensen van mijn squad die iets westelijk zijn. Ik heb hier iemand gewond. Okay, maar ik heb dus zeg maar goed geïsoleerd. Ik heb een groep gewond. Oké, probeer ze te regroupen. En Alpha blijft hier om vuurdek in te geven. Geef eventueel Alpha eventjes richting waar ze heen kunnen schieten. Zij zijn nog in volledige sterkte. Medic. Niet naar de basis kijken, ik zou zeggen, zoek dekking. Archie. Ik ben zelf bikkel hoor, voor mijn hoofddekking. Tibalti, die Merrick, eventjes bij Short. En jij ook. Ik ben nog bezig met Alex. Oh ja, dat is ook weer. Ja, met Short is dan. Mogen we terugvuren op het dorp? Ben jij alleen met bloed nodig. Ja, nee, no. Jesus Christ. Tango Zuidoost, Tango Zuidoost. Kijk, kan. Maar Wissel! Kom maar naar mij toe. Hier. Shit, tango. Short hier. Kom maar even bij de andere medic. Oké. Mijn handen vol. Hallo. En Alex, kom even naar ons toe. Staat Zuidoost aan het kijken. Nee, we moeten even 360 deze hele compound even goed securen. Ten noorden zit een grote basis. Probeer een beetje daar niet uit het zicht te blijven. Ja, Sascha is nu daar in het zuidoosten bezig. Als dus in ieder geval één iemand even bij hem kan aansluiten, zodat hij niet in zijn eentje zit. 360 deze compound, jongens. Even fixen, want de short ligt bijna dood. Ja, we moeten uit die ding blijven, Wissel. Wat zeg je? Oh, hier zit je. Hij moet uit de range blijven. Van de echt van 500 meter van dood. We moeten echt achter die heuvel je vormen. Ja, I know. Dat was eigenlijk ook het plan, maar... Oké, dat ging goed. Komt terug. Oké, top. Dank je. Als je gewoon de weg volgt, dan kan je de hele tijd achter de... word je niet beschoten. Jawel, dan zijn je gewoon dood. Hey, je hebt nog een... Waar is hij dan? Oké, okay, dank je. Dat kostte mij 2 transfusies. Oké, ik wil even van iedereen weten. Ik wil ze weer regrouperen. Ik zie je Sean en Archie. Dan wil ik even weten van Flanders, van DM. Ja, 1,5 meter voor je neus. Ja. Oké, okay, dan zijn we allemaal hier. Dan zit... Geducteerd aan elkaar vast, dus hij moet misschien iets rustiger aan doen. Wil je de basis gaan doen? Nou, eigenlijk liever niet eerlijk gezegd. Ik wil hier eigenlijk wel weg en naar die andere basis gaan. Ik zou echt suggesteren gewoon terug te rennen naar de toren. Als je gewoon hier rechts gaat, dan heb je gewoon een grote kans dat je geraakt wordt door die basis, zeg maar. Ja, ik dacht eerst we pakken de weg, maar... We zijn nu compleet dus. Dat wordt echt... Laat me nog even zeg maar bloed toedienen. Okay. Nou, dan denk ik dat inderdaad, ja. Oké, bravo Romeo, dankjewel. Wissel, is het goed als ik een. Basis van de weg ga Wissel. Ja, dat is goed, Sascha, goed idee. We hebben compleet. Probeer even te kijken waar de wind vandaan komt voordat je hem aanvraagt. Nou, daarboven, in Noordoosten, als het goed gaat, richting het zuid. Dan zal ik even repacken, dan is het toch bezig. Naar de base. Nee, dat gaat de verkeerde kant op. Ik vraag wel voor een nieuwe aanval, zeg ik uit. Feedbacking interrupted, fucking hell man. Blijft op, ja. Nu heb ik er nog geen aangevraagd. Wissel, wij zijn nu weer compleet. Mooi zo. En ook parachute in zicht. Okay. We zijn weer in Zepa. Mijn plan is eigenlijk om die basis de middelvinger te geven en weer teruggaan naar de toren. Gaan we niet. Die baas, ja, ik denk dat... Heb je geen Matthias steun? Zeg je? Hebben we niet via, zeg maar... Jullie hebben UGL's, Alive. Hebben we geen, niet via Alive, zeg maar, Matthias? Nee, er is geen mortier. Nee, oh,
Anders hadden we gewoon een oplossing gehad hier. Dat is ook echt heel handig. Oké, okay, we hebben nu daar in het zuid... Hij komt wel steeds dichterbij, is wat hoor. Ja, we hebben in het westen hebben we nu op zich wel, kunnen we denk ik wel eventjes gaan resupplyen. Ik heb een goed idee. Oké, mensen, we gaan... Oh. Ik zie dat ook echt boven ons land. Ja, deze gaat goed, deze gaat goed, jongens. Ga meer naar het bos toe. Nee, die gaat midden in de bomen vallen en dan neerstorten. Nou. Dan explodeert hij vanwege koeken of... Oh, dan kunnen we niet naar de andere toe. Serieus? Kijk. Die loopt erbij. Kijk. Oh, hoor. Hij blijft hangen. Dit is echt classic. Dit is inderdaad Arma. Ik moet die boom even... Oh, wacht, wacht. Wat een zaag meegenomen. Ik wil niet onder gaan staan. Ja, doe maar. Ga jij dat maar doen. Kut die heren dan. Zitten we er nog heen ook? Ja, lol. Kunnen we niet eentje naar de grote verder op ons voet? Nou ja, er zit niks in. Er gaat pas wat pakken we die andere. Oké, okay, ik heb nu voor ons goddelijke eenheid gehoord dat de volgende supply drop iets ver op onze route terug laten droppen, zodat we niet in het zicht zijn van de basis. Maar er is er eentje oosten nu wissel. Ja, dat is dus nu bij de toren. Vier! Sascha? Vijf! Wie betaalt al deze supplies? Ja, niet de Nederlandse regering in ieder geval. Oké, we staan nu mooi op... allemaal naar dezelfde kant te kijken, dus ik denk dat we dan maar beter kunnen gaan bewegen, Alpha en Bravo. Oei, Compri! Die gaat goed. Bravo, klop, wilde net zeggen. Alpha nog wachten. Even controleren, iedereen heeft. Even langzaam. Rood, supplied. Romeo en alle eenheden, zodra we zijn geresupplied, gaan we terug naar de voertuigen. Terug naar de voet, even zo. Ja, die is geglitst. Goed script, joh. Ja, misschien moeten we physics simulation maar uitzetten of zo, maar. Ja. Dan komen we maar... aan en blijkt dat we gewoon lege dozen gedropt zijn. Hè. Ja, dat is niet voor de. Kun je met Suus misschien die een even uitzetten die in de boom hangt zo meteen, Sascha, want dat scheelt waarschijnlijk wat frames. Ja, dat zal goed zijn. Het was wel laag de frames, maar... Oh, ik heb eigenlijk pas sinds die resupplies een beetje last van. Het is echt, dit is echt particle hell dit voor de engine. Ja, maar het is wel echt een vette map, man. Ja, het komt ook door het sneeuwscript. Okay. Dat loopt ook enorm mee. Ja, geluid, hè. Dat is echt heel gaaf. Hoort erbij. Echt nee, wat trouwens is, die... hoe heet het? Weet het, je had die tweede base gewoon kunnen flankeren, okay, zeg maar, dat is geen issue. Ja, ik wilde eigenlijk via de weg, maar Sven die zag er tegen op een shot, zag er ook wel tegenop. Dus ik had zoiets van, nou ja, dan gaan we wel... Fuck dat, gewoon doen nou. Maar dan gaan we nu eerst even resupply en dan gaan we eerst die andere basis pakken. En dan kunnen we daarna nog altijd gaat het zo'n leuke tijd hebben straks. Ik heb nog, ik had sowieso nog 6 belt. Het is handig voor de medic, dat ze bloed kunnen meenemen. Ja, de RQ als een supply is nog bij. Wat? Hoor voor mij, wat? Oh. Je hebt alweer smok gegooid. Kan er niet bij. Ik vroeg net om beveiliging rondom, maar... Ja, dat deed ik als eerst. Noordoosten. Oh, wat is die beter hier, hoor. Ja, zodra je je supplies hebt, ga er omheen en weten we daarmee ook wie er allemaal supplies hebben. Er loopt er een voor de bunt. Dus doe een beetje fysiectie zodra je supplies hebt. Kijk even welke hoek het bedekt is. Short. Ja. Ik denk dat het slimmer is als we toch gewoon gaan lopen, eerlijk gezegd. Ik weet dat dat wel heel ver is. Maar dan kunnen we die hele bergkam gebruiken. En dan heb je op zich...
net even de high ground ten opzichte van de vijand. Nee, ik ben het ermee eens. Dus, doen mijn mannen zullen waarschijnlijk wel denken van, ah, oh, man, moeten we het lopen, maar... Nou, het is dus 800 meter. Ach joh, moet je niet zeuren. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6... Zowel door het bos gaan, niet zeg maar langs... Ja, nee, dat is aan jullie. Ik vind het best... maakt mij niet uit hoe jullie lopen. Het is meer gewoon dat we in ieder geval... ik moet straks gewoon even kijken of we kunnen flanken of niet. Maar ik denk dat dit inderdaad weer een head on assault gaat worden. Meer kan ik er ook niet van maken. We zien het al. Sven, ik denk toch dat we gewoon gaan lopen. In plaats van naar de voertuigen. Ja. Gewoon naar de voertuigen. Moet je helemaal omrijden. Ja, daarom. En ik dacht toch wel... Kijk, als we gaan omrijden, dan komen we waarschijnlijk ergens hier terecht. En dan heb je als dan heb je de low ground. Dus er zit ongeveer 50 meter tussen. Ja, dat is echt... Weet ik niet hoe stijl het is, dus ik gok dat dat het... Eruit. Als je zo kijkt naar de hoogtekaart... Ik ben klaar met resupply, shot. Hop. Wij ook. Oké. Nou, laten we maar gewoon dat plan doen. Gewoon lopen. Wissel? Ja. Kaart kijkt, voor mij kunnen we wel ongeveer een mooie linie maken vanuit het bos. Man. Als we zo door het bos gaan, dan hebben we een mooie approach, denk ik. Ja, kijk eventjes. Ik wil eigenlijk hopelijk dat hier wat zit ook. Dat we iets meer ook met high ground hebben. Moet even kijken. Let's go. Ja. Alpha en, voorop. Groep even naar het groepen. Oké. Okay. Yes. Oké, jongens, we gaan dadelijk weer bewegen. We gaan hallo, kom even bij mij. Het hele team, we gaan naar het noorden. We gaan naar het huisje of zo, dus even teams uit de kamer zeker. Dus zodraag iets gaan. Wij gaan. Ga naar de toren. Ja, nou ik bedoel. Sorry. Ik moet je er niet meer mee. Is ons het woord. Pikwing en Brouwer gaan ons eerst weer op lopen, daarna gaan wij en daarna gaat het rood. Dus richting de toren. Hoi. Nu? Ja, hup, hup, hup. Zeg maar even dat je moving bent. Of de long range alsjeblieft. Ja. Al van de boven. Thank you. Yep. Oké mensen, we gaan naar de zaak. Dood mannetje. De baas zit zeg maar op een te goede plek zeg maar, om aan te vallen. Hij zit helemaal in het open en alleen maar wachten op wat omheen. Ja, en te veel mist ook. Precies. Dus wat gaan we doen? Nu gaan we de laatste objective aanvallen. En dat is HQ? Ja. Okay. En indien mogelijk gaan we daarna nog wel de grote basis aanvallen. En dan gaan we, dat wordt een soort van PD situatie. Oh. Eind session. Ja, zo so, als... Suicide run. Ja. Fuck it run, een beetje zoiets. Hoe zit het met raven? Gaan we bij de toren. Halten bij de toren? Nou, loop maar gelijk door hoor. Dat hebben we ook genoeg ruimte tussen ons. Juist. Kan ik eventueel nog snel schakelen mocht er iets gebeuren. Als je bij de toren bent, gelijk naar het noorden. Noorden? Yes. Noorden. Nee, ik heb geen voertuig gevonden. Rechts van de heuvelkant blijven, jongens. Rechts van de heuvelkant, trouwens. Die zijn yours. Links van de heuvelrug is helemaal niks. Dat is gewoon sneeuw. En normaal kan je in sneeuw wel schuilen, maar in Arma is sneeuw een soort van... Akker. JPG plaatje. Ja, het is wel leuk als je gewoon echt een dedicated sneeuwmap zou uitgeven. Ja, dat je kruipt en dat je dan je sneeuw... Dat je eerst soort van een actie moet doen om de sneeuw weg te schuiven of zo. Press T to push snow. Nee, omdat als je dan echt licht weet, dat je echt half sneeuw ziet. Oh, dag, frame rate. Laten we trouwens eventjes onze ogen open houden, want we zitten nu weer in een gebied waar we nog niet zijn geweest. Nee, we hadden hier net ook contacten vandaan. Met
paar uitgeschakeld. En uiteindelijk was het stil, maar nog niet iedereen dood. Hey, blijkbaar van die 1 of 2 personen opeens uitkwamen. Waar opeens achter ons. Ja, die zaten zuidoost hier. Ja, maar waar die gebleven zijn. Die liggen daar op die heuvel, achter ons. Brouwer, rechterkant van de heuvel. Zag er één lopen? Alex? Ja, noordoosten. Ja, noordoosten. Komt even. Als je richting hebt. Ja, noordoost. Hoeveel meter? Ik zie hem niet, man. Durf ik niet te zeggen. Wat? 300 of zo? 400? Alex heeft zojuist in het noordoosten, zeg 300 meter vooruit, een vijand zien lopen. Dus hou je ogen open. Hallo? Ja. Bravo, dit is Romeo. Blijf een stukje achter, zodat de Alpha eventueel het contact kan opvangen. Copy, voor mij zijn we gewoon heel stuk achter hier. Noordoosten, 200 meter zie ik een patrouille lopen. En het noordoosten, we net door het bos inkomend. We blijven achter Alpha. Daar. Hebben jullie contact dan, Alpha? Daar. We hebben zicht op vijanden. Mag dus spreek je toe bij de bossen en bij de bomen. Oké, Alpha heeft zicht op vijanden. Als wij zicht op krijgen, mooi, maar laten we hun een spreekje dit opvangen. Huh? Alleen drinken. Ook in het noorden zie ik ze. Dat is de baks die we bedoelen. Oosten, sorry. Voor ons. Wat doen we? Laten we ze lopen of zitten we zo? Ja. Sven, als je iets meer naar het noorden gaat, heb je een grote rots ding. Ga er even achter schuilen en dan kun je daarna het vuur openen. Oké, het hele team even naar het noorden, achter de steen aan. Oké, ze zeggen iets meer naar links shiften. Bravo, dit is Romeo. Alpha gaat zo meteen naar die rots toe en dan daarna de vijand proberen uit te schakelen. Blijf even achter en indien nodig, dan roep ik je in voor assistentie. Kopje dat, wij shiften ook iets meer naar links om het berg op te zetten, zodat we ook zicht hebben op Do It. Ja, heel dichtbij. Voor is neer. Voor de toe. Oh, noorden nog. Schoten noordwest, jongens. Bravo, dit is Romeo. We hebben schoten noordwesten van onze locatie. Kunnen jullie flankeren? Kopje, doen we met alle plezier. Oké, we gaan flankeren vanaf het noordwesten van Alpha. Dat betekent dat we eigenlijk de rug volgen van de bergen. Oké, bravo, push op de heuvelrug. Dus gelieve niet op ons vuren. Alpha, dit is Romeo. Blijf even op jouw positie hangen. Voor de zekerheid. Squad, blijf staan. Hoi jongens. Hoi. We pushen gewoon door. Laat ze omhoog. Alpha, blijf staan. Dit is Romeo, als je zicht hebt op het kamp, halt houden en spotten. Copy dat, we zien nog geen kamp voor ons, maar we zijn wel op de bosrand.
Zo gek, we zitten heel dichtbij. Well, we don't see shit, sir. Het kamp zit over de heuvel in het noorden. De heuvel blokkeert het zicht. Ja, waar? Oosten. Was niet waar, verwachten. Oké, okay, Alpha maakt dan een onttrekkende beweging noordwestelijk en Bravo head-on. Klopt je het? Oké, waar de locatie van het kamp moet zitten, dus achter de heuvel, gaan wij gewoon head-on aanvallen. Dus we gaan nu gewoon de heuvel op. Oké, dus allemaal heuvel op daar, net zo net de linie als net. Bing, Bing, Brouwer, noordwestelijk. Roger. Sven, jij was de enige die echt zicht had op het kamp, hè? Nee, je zegt dat het is. Je hebt je ook hoger view. Laat zo zeggen. En op de kaart zegt dat het hier is. Ja, zicht. Waar? Oh, daar. Oh shit. West. Ik zie ook een behoorlijke texture fuck. Juist, als je inzoomt. Jezus. Maar dat is die basis van net, toch? Negatief. Die ligt nog meer westelijk. Oké, blijf even je linietje maken, spotten jongens. Ik ga ondertussen eventjes proberen Bravo erbij te roepen. En moet je dat ook doen voor als jullie inzien? Bravo, dit is Romeo. Wat is jouw locatie? Bravo hier. Onze locatie is 093083. Ik zal hem markeren. Bravo, onze locatie is gemarkeerd op de map. Roger dat gezien. Wij hebben vanaf de heuvel goed zicht op het kamp. En proberen in ieder geval vijanden te spotten. Proberen jullie in ieder geval een stukje dichterbij te komen. Het kamp is nu ten westen van de rode kruismarker op de kaart. Ik zal eventjes een lijn tekenen. Nou, waar we naar kijken voor de zekerheid. Bravo, kun je bevestigen dat je de lijn hebt gezien, over? Ja, we zien de lijn. De kleur is een beetje kut, maar het komt goed. In de compound. Oh, er komen links nog meer van aan. De barrier staan er nog een paar. Ja, precies, er komen nog wel naar beneden. Holy shit, dit is ook gewoon echt nul advantage ofzo. We hebben advantage als we de bossen gebruiken. Ja, alleen dan zitten we ook nog steeds redelijk laag. We kunnen in ieder geval wel, denk ik, die kant op zo met oog zitten. Ik zou zeggen, als we Bravo nou zeg maar een beetje hier zo laat gaan. Waar? Dan hebben ze de rotsen. Ja, klopt, alleen dan moeten ze wel heel erg veel omlopen. En dan hebben ze natuurlijk ook de kans dat ze tegen patrouille aanlopen. Maar ik denk dat wel het beste plan is. Maar wij hebben groot.
We hebben een grotere kans dat wij gewoon worden beschoten, denk ik, hè? Ja. Ik dacht zelf, we gaan richting die heuvel daar, oh, met Alpha. En dan gewoon een beetje neder. Of we moeten die heuvel pakken, maar dan heb je totaal geen dekking. Bravo aan Romeo, we hebben zicht op het kamp. We zitten nu op het uiteinde van een pijltje getekend op de map. Romeo, kappies. Daar. Bravo, dit is Romeo. Kun jij naar de locatie op de zwarte lijn trekken? Zonder dat je gezien wordt, denk je? Ik denk dat het moeilijk was. Kan het proberen met een ruime boog. Enige vraag is, krijgen we er geen geval van friendly fire omdat een van de noorden en de ander van het zuiden komt? Dan hebben jullie de high ground op het kamp en kunnen wij gewoon het kamp binnenvallen en dan kunnen jullie vanaf de hoge grond gewoon alles uitschakelen. Dat is eigenlijk een beetje het plan. In status quo hebben we ook high ground op het kamp. Maar jullie hebben niet zicht op de noordoostkant van het kamp, hè? Volgens mij wel. We hebben in ieder geval patrouilles noordwesten van ons, dus ik denk niet dat die beweging gaat lukken. Zonder gezien te worden dan. Ik ga eventjes een nieuw kut meer. Ah, ik heb mijn... Die texten zijn... Ja, we kunnen van hier redelijk overwash geven, ja, denk ik. Ik heb mijn zonnebril afgedaan. Zeer goed zelf. Want we zien namelijk gewoon, zeg maar, alles vanaf hier. Oké, roger that. Dan gaat Alpha rechtstreeks op het kamp af en mogen jullie vanaf hoog alles uitschakelen. Gebruik je GL's ook om een beetje de boel suppressed te houden. Copy that. Head on. Head on, boys. We gaan gewoon door de bosjes heen en... Wanneer is het fire free? Kun je dat aangeven? Oké. Herhaal laatste. Wanneer is het open fire? Als ik go zeg, we willen nog eventjes naar de boompjes komen, jongens. Oké, copy. We hebben net niet geschoten, hè? Dat wordt niks. Alpha, move out. Je wordt echt clusterfuck met die texturefuck. Alpha, bye. Moving. Hop, testen. Kut, meer. Ja, die wordt echt clusterfuck. Oh, kan je wat zien? Bravo, dit is Romeo, open het vuur. En... Merci, zullen we doen. Een momentje, ik ga heel even door dat ding heen sprayen. Oké, dit is de Bravo hier. We komen nu richting het kamp.
Dus shift je vuur naar links als je... Doe je schat. Alpha, er zit nog één in... er zitten twee mensen nog in de linkermeeste toren. Meteen de noordkant van de compound en clear die, en dan doet Alpha de zuidkant en blijft bij de gate hangen. Copy, oké, wij hebben de noordkant van de compound, die gaan wij claren. Gewoon niet naar het meer kijken, dat vind je goed. Maar... Alpha neemt ook de hoge toren. Alpha neemt ook de hoge toren, voor de duidelijkheid. Pas op achter je Sven, die toren. Power Pingwing in de grote toren voor één van de eerste van jullie. Power Pingwing, eerste van de eerste van de eerste. Gaat het, Alex? Ja, grote toren, grote toren. Nee man, ik kan er niet langs. Hey, je hebt ook een ander wapen opgepakt. Oh. Doe maar even V'tje. En anders dan laat ik je even... Ja, kijk, perfect. Dat ding me pakken. Oh, ik heb hier een draak man. I told you, ik gooi een granaat naar binnen. Ja, wat zegt dat dan? Boven oppassen. Hier is Bravo, noordkant van Campus Clear. Grote toren clear. Grote toren is clear. Het ging best hard in. Met heftig kansen die plek. Al die huizen gekleurd, dus een van de lulde banen die ernaar te doen. Ja, voor Lee Fire 2. Wie was het short, hè? Ja. Ik weet wie je nu lul van de week kan maken. Hé, die wil zo schade in de dingen. Moeten wij boven blijven? Als LMG'ers? Nee, kom maar naar beneden. Ja, Pink. Alpha Bravo, we gaan nu de aanval inzetten op basis die ik ontlopen heb. Ontlopen, dat is een dure woord. Ja, dat is zo. Hé, je krijgt net van iemand in de chat zo'n woord opgestuurd. Hoort je buurt eens klappen? Wat niet? Ja. Het is wel een beetje donker nu, we hebben geen lamp. Waar ben je? Komt goed, we overleven het wel. Ah, hier, kom hier, laat gaan. Ja, maar niet. Dank je. Sven, Short, mag ik jullie weer even lenen? Ja, maar. Oké. Ja, nee. Het idee was om gewoon even de open grond hier te pakken zo. Als het goed is... Loopt het allemaal bergaf? Als Bravo dan probeert een beetje hier positie te pakken. En Alpha een beetje zo. En dan kunnen we misschien Alpha daarna door de bosjes heen pushen. Dan doen we weer zo'nzelfde aanval als wat we net hebben gedaan. Dus Bravo begint te vuren. Die houdt een beetje het kamp bezig. En dan probeert Alpha ondertussen de boel... gericht af te schieten als het ware. Pff, het gericht hard door mijn magazijn, hè, jongen? Ik denk dat ik dat auto gaat doen. Oké, let's go. Ik niet te reloaden. Hoeveel heb je? Oké, Dan zie je dat je al voor lang begrepen. Bedankt voor dat je... Squad, we gaan richting zuiden. Af van de boog. Dus wij gaan dadelijk bewegen. We gaan een beetje door de open grond heen. Squad, de zuiden. Meer westen, Sven, volgens mij. Ja, het is daarheen. Iets meer naar westen, maar... Wat even eruit. Oh, oké, nou alles goed dan. Dan zijn ze sowieso eruit. Goed idee. Nou, maar het is Westen. Ja, iedereen naar buiten eigenlijk.
naar de zuidwesten, langs de bomen. Westelijk, 300 meter. 4 man. 2 mensen zijn al naar beneden gelopen. Bravo, dit is Romeo. Romeo, kom in. Kun jij door die ditch heen gaan en dan via de boomlijnen waar je nu zo'n beetje zit, richting het kamp gaan. Dus eigenlijk vanaf jouw locatie nu zuidwestelijk, dan blijft Alpha hier op de heuvel hangen en geeft jullie dekkingsvuur. Oké, tot aan de boomlijn, jongens. Copy dat, Romeo. Dus jullie gaan nu dekkingsvuur geven en wij zetten een aanval in. Dat is dus het idee. Dat is correct. En waarschijnlijk gaan we allemaal dood. Succes! Ja, dat redden we wel. Positief denken. Nee. We kunnen in ieder geval nou die van ver af alvast afschieten zonder dat we heel veel contact krijgen. Pingwing, als jij probeert in ieder geval die middelste compound, er zitten er 3 op het dak of zo. Ja. Als jij die even helemaal de fik in kan schieten. En dan de rest allemaal long range eventjes die gasten daar direct westen. Ja, wanneer wil je het eigenlijk doen, Wissel? Wat zeg je? Wanneer wil je het schieten? Ja, nu eigenlijk. Terugtrekken naar het oosten. Jongens, een beetje terug naar oosten. Oké, prima zo. Eventjes, hou eventjes een 360 graden. Check eventjes. Dat is allemaal voor Bravo. Weet je hoeveel wij net hebben afgeschoten? Het is gewoon niet normaal. Yeah. Holy shit. Holy shit. Dat is echt niet normaal. Die jongens hebben nu niks meer te doen, joh.
Ja, binnen zit mij is gegooid ook zoveel granaten. Ja, hè, vet hè? Holy shit. Zag die RPG's ook op ons afkomen trouwens? Ja, ja. Een lampje. Dan dacht ik van, oh shit. Ik dacht dat de tracer aan was. Ja. Holy shit. De eerste we ging achter, de andere kwam voor. Hoeveel granaten zijn er gegooid? Oh, Jesus Christus. Oké, blijf een beetje focust. Dus even nog eventjes een linietje richting het westen voor de zekerheid. Indien dat nodig is, kunnen we dan nog assisteren. Je weet nooit, misschien denkt Sascha nee, ik ga even zeusen. En dan worden we van achter aangevallen. Het zou dus zonde zijn omdat we dan doodgaan voor niks. Een dikke motorreis counter. Bravo, dit is Romeo. Romeo, kom in. Sitrep. We zijn allemaal leven en we zijn de laatste stukjes van de component doorpushen. Het lijkt er nog te allemaal clear, jullie kunnen veilig aankomen. Roger that, Alpha on the move. Alpha naar de component. Zo. Kijk dat het was. Hier is waar voor alles is gezuiverd, dus kom maar lekker onze kant op. Dat zal wel mij leggen. Perfect.